Nou zit je kracht vooral in je ideeën en de daadkracht. Het omzetten van ideeën naar dat het ook echt werkt en dat het gebeurt. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je daar het juiste personeel bij hebt. En dat je ze motiveert. En hoe doe jij dat? Ja, hoe doen wij dat? Dat is een hele goede vraag inderdaad. Wij zijn denk ik een klein flexibel bedrijf. En dat betekent dus ook dat je... Alle hens aan dek. Alle hens aan dek als het druk wordt. En nou, ja, de laatste tijd is het alleen maar druk, zeg maar. Zeker nu. Zeker nu is het echt heel erg druk. Dus nou, echt een beetje af dat we al die kerstverzendingen er allemaal weer uitkrijgen voor, mm-hmm. Door iedereen. Ja. Dus we maken de nodige uurtjes wel, zeker, absoluut. En dan, ik denk toch als je dingen gewoon probeert heel goed te regelen, te organiseren. Bijvoorbeeld een goed wagenpark. Het wagenpark is de afgelopen 2 jaar helemaal vernieuwd, zeg maar. Dus we rijden er goed bij, zeg maar. Dus ja. En we kiezen ook altijd voor kwaliteit daarin. Dus het zit ook gewoon lekker, zo'n auto. Dat is belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Weinig stilstand en dat soort zaken. Dus dat op die manier proberen we ons steentje ook bij te dragen. Daarnaast proberen we gewoon leuk werk te hebben, ook met z'n allen. Het draait ook om plezier. Natuurlijk zitten er altijd mindere klussen bij, maar we hebben ook gewoon wel echt heel leuk werk. Ja, en het werk komt natuurlijk ook op de meest onmogelijke tijden binnen. Ja, zeker, dat is het ook. Dus dat vraagt weer een stukje flexibiliteit. Zeker van ons personeel, zo gezegd. Maar als je in de logistiek zit, dan moet je het een beetje een speciaal ras zijn. Hè? Dan moet je toch wel de commitment hebben van als het maar wordt afgeleverd op tijd. Ja, die prio moet hoog in... Het is echt het resultaat wat telt, niet te doen. Nee, nou ja, het doen moet wel leuk blijven. Het moet wel haalbaar blijven. Maar inderdaad, je wordt namelijk alleen maar afgerekend op resultaat in de logistiek. Ja. Dat is daadwerkelijk in de hele branche wel verweven. Op tijd. Op tijd en met alle tevredenheid van de consument. Want anders staat de negatieve recensie. En je moet lachen, hè, als je het aflevert. Ja, als het even kan wel. Ja, en als het dan de hele dag regent, dan weet ik zeker dat er mensen zijn die er moeite mee hebben. Of als je in de file hebt gestaan. Of als je in de file hebt gestaan. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die meetellen. Ja. Maar zo'n planning bijvoorbeeld, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Dat is een kunst. En dat zijn altijd best wel hele moeilijke banen die best wel onderschat worden, hè? Ja, je zit eigenlijk tussen 3 partijen in. Dat is de chauffeur die op tijd naar huis wil, bij wijze van spreken. De klant die wil zijn spullen zo snel mogelijk hebben. En ik als directeur wil nog geld verdienen aan het autootje wat rondrijdt, zeg maar. Ja. Dus dan zit je daar middenin inderdaad, om die 3 partijen tevreden te houden. En dat is wel eens heel lastig. Dat geloof ik. Ja. Dat brengt natuurlijk ook wel spanningen teweeg. Maar in principe is het wel de grootste uitdaging in een logistiek bedrijf. De planning, volgens ik denk mij. Het wel, dat is de kern van het hele verhaal. Nou ja, daar komt alles eigenlijk samen inderdaad. Tuurlijk, je hebt elkaar allemaal keihard nodig. Ik bedoel, zonder het een heb je het ander niet, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, de planning hebt dat allemaal wel bij elkaar. Totaal overzicht. En het liefst nog in zijn hoofd ook, zeg maar. Zodat het zonder computer eruit springt, zeg maar. En dan new business development en sales, dat zijn dingen die je zelf voor je rekening neemt. Ja, op dit moment nog wel inderdaad, ja. Oké. Okay. Ja. En het personeelsbeleid, dat wordt zeg maar gecoacht? Niet helemaal. We praten er wel veel over, zeg maar, op kantoor. We zijn daar wel wat meer mee bezig sinds begin dit jaar. We willen de kwaliteit echt onderweg verhogen. Oké. Okay. We gaan luisteren naar het... We hebben het er nog wel eens een keer over. We gaan luisteren naar een stukje Berlijn. Hier komt Klein Orkest over de muur.